Hallo. Eerste reactie maar eens even. Hoe is het met jullie? Nou, hartstikke trots. We zijn super trots dat we dit resultaat hebben behaald. Ik bedoel, wie had dat ooit gedacht, toch? En wij ook niet. Ik bedoel... Nee, we zijn hier toch naartoe gekomen met een klein kiezeltje in onze schoenen, denk ik. Weet je, dat je toch denkt van, oké, laten we hopen dat hetgeen wat wij voor ogen hebben, dat gaat lukken. En het is zo ontzettend gelukt. Ja, daar zijn we zo trots op. Hoe was het op de bank met die puntentelling? Oh, wow. Super spannend! Nou, dat was niet te doen. Ja. Ik had het bloedheet echt, maar dat is echt niet te doen. Onwijs spannend. En het is zo mooi om mee te maken. Ja, het is echt elke keer als je dan weer 12 punten krijgt, ga je helemaal uit je stekker. Ja, dat is mooi. En je ziet van tevoren natuurlijk welke punten er al vergeven zijn. En soms dan zie je dat er nog geen punten van 1 tot en met 7 aan. En dan zit je van, oeh! Dan denk je, alsjeblieft. En dan soms ziet hij erbij en soms denk je, het is te gek. Ja, het is toch mooi dat deze muziek, zeg maar, in al zijn eenvoud zo'n podium heeft gekregen en dan zo'n resultaat heeft gehaald. Ik kan alleen maar hopen dat het misschien een kleine, iets doet, zeg maar, voor het festival in de toekomst. Dat zulke soort liedjes vaker zo'n platform kunnen krijgen. Ja, jullie zijn verslagen door de vrouw met de baard. Ja. Terechte winnaar. Nou ja, weet je, terecht. Kijk, in muziek is er geen winnaar of verliezer. Maar alleen, ik kan wel heel goed begrijpen dat het een heel prachtig symbool is voor het Eurovisie Songfestival. En dat is het ook. Ik denk dus het staat natuurlijk, het is meer een symbool, zeg maar, ook voor waar, zoals ik ook altijd de Eurovisie heb gezien. Zeker. Maar ik denk dat wij als tweede staan, dat nog meer een symbool is van hoe het festival in de loop der jaren is veranderd en misschien nog wel meer gaat veranderen. En daar ben ik, dat vind ik goed. We net voor het eerst in 40 jaar zo hoog, hoorden we net. Dus dat is wel, dat is wel echt bijzonder. Dacht je dat je ging winnen? Nee, jij twijfelt natuurlijk op een gegeven moment even. En dan denk je, maar op een gegeven moment, je voelt ook wel de tendens van Austria. En je weet ook wat die zaal doet als zij al opkomt, weet je wel. Dan voel je dat gewoon. Dus ik had wel heel sterk het vermoeden dat zij het ging winnen, hoor. Maar natuurlijk heb je die hoop en natuurlijk wil je dat graag. Als je een paar keer 12 punten krijgt, dan ben je wel echt... En dan zit je nog van, het kan nog en zo. Maar we zijn super tevreden. Ja, we zijn helemaal niet doorgeraakt op de tweede. We zijn super trots dat we tweede zijn. Hallo! We zijn eersters geworden in de eerste halve finale. Dat hoorden we dat zojuist. Hoorden we net, dat we inderdaad eerste zijn geworden in de eerste halve finale. Dat we in ieder geval eerste geworden. En nog 2 awards gewonnen vanmiddag. Ook nog 2 awards gewonnen. Ja, eentje voor de beste act en eentje voor het liedje, compositie. Ja. En nu feestje? Ja, zeker feestje. Ja, natuurlijk. We gaan naar het hotel straks en dan gaan we met z'n allen fijn een drankje doen. Op wat voor ontzettend mooie tijd we hebben beleefd. En dan morgen een ontvangst op Schiphol waarschijnlijk. Ja, daar kan ik nu nog niks bij voorstellen. Dat is voor mij nog afwachten. En ik was met de auto hier naartoe gekomen, dus waarschijnlijk ook met de auto terug. Maar je wordt verwacht, hoor. Goed zou doen. Nou ja, ik vang jullie wel op, hoor, jongens. Kom goed. En want je zegt toch een feestje, maar toch zijn er sporters die heel erg kunnen balen van een tweede plaats. Hebben jullie dat helemaal niet? Ja, maar dat is wat ik zeg. In muziek zijn er geen winnaars of verliezers. Ik bedoel, wij hebben zo ontzettend veel gewonnen met wat we hier neer hebben gezet. We zijn van zo ver gekomen en dat is niet... Dat heeft ons nooit geraakt, althans in zoverre dat de kritiek ons nooit geraakt hebben. De manier waarop af en toe wel, dat hebben we ook heel duidelijk gemaakt. Maar dat we van zover hier zijn gekomen, dan hoef je niks meer te zeggen, toch? Ja, ik ben alleen maar super blij. Wat zou je gedaan hebben als je eerste geworden was? Dat weet ik niet, wat voor een hysterisch gezicht ik had getrokken. Als je hier een gescheurd denk ik. Ja, dat zeker weten, want dat staat elke keer al heel strak. Maar weet ik niet. Ik kan niet antwoorden. Geen idee wat ik dan had gedaan. Dat is zoiets onwerkelijks. Dit is al onwerkelijk, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nummer 2! Yeah. Woehoe! Helemaal te gek. Wil iemand een foto nemen? Bedankt allemaal! Bedankt, hè! Dankjewel.